Ze bracht het Franse chanson naar de Nederlandse huiskamer. Ze maakte furoren in de jaren 60 en 70. Zangeres en actrice Lisbeth List is afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd overleden. De zangeres trok zich in 2017 terug uit het openbare leven omdat ze leed aan een vorm van dementie. Lisbeth List werd geboren als Ellie Driessen in Indonesië. De eerste jaren bracht ze door in een jappenkamp. En draag deze last met ons allen. Ik kom uit het jappenkamp, maar ik was daar heel erg jong. Mijn moeder is erin gebleven. En mijn vader ook op je jeugdige leeftijd gestorven. Maar die heb ik niet meegemaakt, want ze hebben mij ter adoptie gegeven. Bij de familie List op Vlieland groeide ze op tot de zangeres die Nederland zou leren kennen. Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en oh luk, Brussel was. Het hoogtepunt van haar carrière lag eind jaren 60, begin jaren 70. Door haar vertolkingen van Franse chansons en door haar samenwerking met Ramses Shaffi. Ik heb je lief, zo lief. In de jaren 80 werd het rustig rond Lisbeth List. Pas halverwege de jaren 90 keerde ze met een zeer succesvolle cd terug in de schijnwerpers. Haar vertolkingen van Piaf, de bekroning van een lange carrière. En dit was het RTL Nieuws van 6 uur. Zometeen in Editie NL gaat het over de boetes voor mensen die zich niet houden aan de coronaregels. €400 is de hoogte van zo'n boete. Maar er zijn landen die veel verder gaan. Dat straks. Wij zijn er weer om 19:30. Goedenavond.